We hebben het er al maanden over, de PlayStation 5 Pro. Maar nu is hij eindelijk uit. En Florian hier naast me heeft de hele nacht doorgespeeld om één vraag te beantwoorden. Wanneer moet je de PS5 Pro kopen? Ben je blij, Florian? Met mijn slaaptekort iets minder. Het was inderdaad een verdomd kort nachtje. Even voor jullie idee, we kregen hem letterlijk gisterenmiddag kregen we hem binnen. Heb ik hem opgehaald, hele nacht gespeeld. Nu is het de volgende ochtend. Holy shit. Dus ja, het was een kort nachtje. Maar ben ik blij? Ja, over het algemeen ben ik heel blij. Ja. Ik als tech-nerd word hier heel vrolijk van. Er zitten wat kleine haakjes en oogjes aan, waar we het ook zeker over gaan hebben. Absoluut. Maar ik denk voordat we gaan orakelen, is het misschien een goed idee om voor de kijker eventjes zelf naar de eye candy te kijken en het verschil tussen de PlayStation 5 Pro en de PlayStation 5. She needed her immunity to mean something. Maybe I was starting to buy into that old cure business. We're ready. Are you good? Promise me something. Anything. If this doesn't work, take me out. It'll work. So where are we bound, the Spine Day? South. Far south. And what's there? Not Corel, that's what. Now step on it. Very well. South it is. Hold on to your hats. Oké, dit is hem dan. De PS5 Pro, yes. Hij staat hier in het midden. Ja. Jij zei al, het viel me op, hij is een stuk compacter en ook iets lichter dan we hadden gedacht. Ja. Misschien moeten we heel veel de andere modellen erbij pakken. Dit is de Slim, die ik hier zo heb staan. Precies. En jij hebt hier de... Dit is de full fat launch PlayStation inderdaad. Dit is old ass PS5. Ja, precies, dit is de PS5 Pro en dit is de Slim. Ik had eigenlijk van tevoren verwacht toen de Pro werd aangekondigd. Dat die misschien wel nog groter zou worden dan de originele PlayStation 5. Ja, we waren er bang voor. Maar... Want ja, meer hitte, meer koeling enzovoort. Ja. Maar op de een of andere manier, ja, Sony heeft het toch compacter gekregen. En dat viel mij ook wel op inderdaad. Qua hoogte is die bijna hetzelfde. Ja, hij is ietsje korter, maar je ziet hier dat hij dus minder diep is. Een beetje vergelijkbaar met de Slim. Ja, voor de rest is het natuurlijk heel herkenbaar. Het is gewoon echt diezelfde lijn PlayStation 5. Ja, hij is ietsje slanker, maar verder. Die scoops aan de zijkant, daarin onderscheidt hij zich een beetje van de normale. Laten we deze aan de kant halen. Het is allemaal een beetje hetzelfde. En nog een klein detail natuurlijk. Hier hebben we al de disk drive opgezet. Die zit er dus standaard niet bij. Dus normaal gesproken is die nog wat slanker, zeg maar. Ja, dat is een van de grote haken en ogen, denk ik, van deze console. Absoluut. Daar gaan we het waarschijnlijk later over hebben. Maar hij is de disk drive van de Slim past ook gewoon hierop. Dus we hadden er toevallig hier eentje staan en die konden we zo erop zetten. Precies. De kappen overigens, de cases van de Slim, die passen dan weer niet op de Pro. Jullie zagen net een paar games. Spider-Man, Last of Us en Final Fantasy. Ik heb die gisteravond ook getest. Ik heb nog een aantal andere titels getest, maar vooral gefocust op die. Okay. De grote vraag is natuurlijk, hoe groot zijn de verschillen? Ja. En ga je het merken? Jij ziet die verschillen gelijk. Nou ja, ik denk dat het grappig is inderdaad, omdat ik ben echt die tech-nerd hier. Ja. Ik kijk met een Havix-oog naar graphics. Ja. En jij kijkt iets meer daar doorheen en iets meer naar de game, zeg maar. Ja, en de rest valt op een gegeven moment een beetje weg. Ik word hier heel vrolijk van. Dat kan ik helemaal begrijpen, ja. Maar ik kan ook heel goed begrijpen dat de gemiddelde gamer of iemand die daar iets minder oog voor heeft, hier naar kijkt en denkt,
ik zie het verschil niet. Nee, het is een beetje afhankelijk van twee dingen, denk ik. Eén, sowieso wat voor game je speelt en wat voor patch er overheen komt, gaan we het zo over hebben. Ja. Maar ook inderdaad, ja, hoe scherp is je oog? Hoe dicht zit je bij je tv? Precies. Hoeveel valt het je op? Hoe erg stoor je eraan? En ik moet zeggen, de verschillen zijn niet zo klein dat je dingen naast elkaar moet gaan houden om echt details te zien. Want ik start de Final Fantasy VII Rebirth op. Mm. Een van de beste voorbeelden van wat de PS5 Pro kan, denk ik. Ja. En het was echt alsof iemand mijn bril had schoongemaakt. Toch? Ja, ik denk dat dat een hele mooie omschrijving is, inderdaad. Er zit een soort van laag vaseline over Final Fantasy VII Rebirth in de performance mode. En die is compleet weg. En eigenlijk wat ze dus hebben gedaan is, ze hebben die quality mode met die performance mode soort van samengevoegd. Ja. Waardoor je dus wel die 4K graphics hebt, maar ook die 60 fps. Ja. Ik heb hier ontzettend overlopen, zei ik in mijn review. Eindelijk zette ik hem nu op en dacht ik, halleluja. Het ziet er wat cleaner uit, wat rustiger ook, wat minder korrelig. Als je bijvoorbeeld naar het haar van Cloud kijkt, dan ziet het er wat minder kartelig uit. Ja. Maar ook de natuur of dingen in de verte. Het is dan weer niet zo dat bijvoorbeeld dingen als pop-in echt worden gefixt. Klopt. Het is niet dat de game inhoudelijk heel erg verandert, maar het is inderdaad de resolutie door PSSR, PlayStation Spectral Super Resolution. Heel goed. Ja. De AI upscaling techniek, die zorgt ervoor dat eigenlijk met behulp van machine learning de resolutie omhoog gaat. Ja. In die performance mode, waar je vaak concessies doet als resolutie. Dus inderdaad. Dat is wel echt een van de duidelijke voorbeelden. En zeker in een Final Fantasy VII Rebirth. Maar ik zou ook zeggen dat je het ook wel ziet in andere titels. Absoluut. En ik denk ook dat, en je zei daar net één woordje, en ik denk dat we het daar heel goed mee kunnen samenvatten. En dat is dat het beeld wordt er heel stabiel van. Ja, ja, ja. Wat we eigenlijk gewend zijn bij de PlayStation 5 is, die gebruikt AMD's FSR upscaling. Mm-hmm. Ja. En dat zorgt voor een korrelig beeld, om het maar even zo te zeggen. Ja. Ik noem het ook wel een shimmer. Dus het is net alsof dingen bewegen, zeg maar, in de terwijl je eigenlijk gewoon stilstaat. En dat lost PSSR heel erg op. En dus wordt het beeld inderdaad heel strak, heel rustig en heel stabiel. Ja, ja, het verschilt heel erg per game en ook heel erg per onderdeel van de game. Want blijkbaar is dit algoritme heel erg getraind op planten, natuur en zo. Ja. Dat zie je heel erg in The Last of Us ook. Als je daardoor de planten loopt, dat je dan zie je dat de bladeren gewoon een stuk scherper zijn. Ja, en dat zijn vooral ook dingen inderdaad die vaak heel korrelig overkomen door die upscaling. Ja. Dat zijn vaak kleine textures die dan ook nog eens bewegen. Ja. En daardoor wordt het heel korrelig of shimmering. En dat heb je dus echt een stuk minder hiermee. En ik als tech-nerd, weet je, dat was mijn grootste hekelpunt aan de PlayStation 5 is die upscaling. Ja. En dat hebben ze nu opgelost. En daar word ik heel blij van. Echt. Ja, en het is ook weer niet zo, want ik stoorde me af en toe eraan, maar ook weer niet zo als jij, denk ik. Maar ook ik zie dat de games er gewoon wat rustiger uitzien. Het is wat cleaner, het is wat minder korrelig inderdaad. Ja. En het verschil is wel zichtbaar, maar voor mij is het meer een gevoel dan dat ik echt kan aanwijzen, hey, dit is hier anders, dit is daar anders. Maar ik denk dat de bottom line een beetje is, dankzij die upscaling techniek en ook dankzij de GPU's vooral sneller, dat je je ziet de verschillen wel, maar ik ben niet echt weggeblazen. We moeten heel duidelijk erin zijn, bijvoorbeeld een Hogwarts Legacy draait op 30 fps. Ja. Verwacht geen wonderen. Deze PS5 Pro gaat daar niks aan veranderen. Nee. Ook met een patch. Ook omdat het een beetje eraan ligt wat de ontwikkelaar met de patch doet. Dus elke ontwikkelaar beslist zelf wat er verbeterd wordt in de game. En dat kan ook verbeterde raytracing zijn. Klopt. Verbeterde performance quality mode. Ja. Maar we hadden het net al over, het is een beetje een zooitje. Ja, het is hier en daar een beetje zo. Om nog even in te haken op wat jij zei. De GPU is inderdaad, de videokaart is een stuk sneller. Ja. De processor is eigenlijk hetzelfde. Die kan 10% hoger geklokt worden, waardoor die ietsje sneller wordt. Ja. Maar een hoop games zijn, dat noemen we CPU-bound. Mm-hmm. En dat soort games, en dan noemen we bijvoorbeeld een Dragon's Dogma.
Yeah. Die dus niet die 60 fps aan kan tikken. Nee. Die gaat dat niet ineens op magische wijze doen met deze PlayStation 5 Pro. Nee, yeah. Omdat dat is een CPU-probleem en niet een GPU-probleem. Ja, zeg het maar. Ligt een beetje aan wat voor waar de game het meeste van zou profiteren. Precies. En de games die ja, veel op de CPU leunen, voor, volgens mij Cyberpunk ook zo'n titel. Mm-hmm. Die, ja, daar zie je eigenlijk bijna die geen hebben gewoon iets minder baat hierbij, inderdaad. Ja, ja. Het zijn vooral de games die dus of een dynamische resolutie hebben. Ja. Daar zie je echt het verschil in, inderdaad. Ja. Maar niet zozeer. De games veranderen er niet door, zeg maar. Maar je hebt dus naast die enhanced patches voor PS5 Pro, heb je dus ook een hoop PS5 games die geen patch krijgen. Ik denk dat we het zelfs in drie categorieën moeten uitdrukken. Ja. We hebben PlayStation 4 games. Zeker, we hebben PlayStation 5 games zonder patch. Ja. En we hebben PlayStation 5 games met patch. Ja, ja. Met de PlayStation 4 games is iets heel bijzonders aan de hand. Mm-hmm. Waar ik niet exact mijn vinger op kan leggen. Yeah. En dat vind ik technisch gezien heel irritant. maar ik vind het ook wel intrigerend. Wat er namelijk gebeurd is, is er is een soort van boost mode in, yeah, in de settings van de PlayStation 5. En inderdaad, het verandert de game niet. Dus de resolutie gaat niet omhoog. Yeah. De framerate gaat niet omhoog. Nee. Denk nu niet, holy shit, kan ik nu dan Bloodborne in 60 fps spelen? Nee, nee, helaas. Helaas. Maar wat Sony doet, bij sommige titels ook nog eens, het is ook niet bij elke PlayStation 4 game. Oh, echt? Oh, oké, okay, dat wist ze ik niet. Ze gebruiken een soort filter, kan ik het beste noemen. Ja. En het lijkt een beetje op een sharpening filter. En nou heb ik daar echt een tyfushekel aan. Als mm-hmm. ik dit in televisie zie, dan zet ik dat acuut uit. Ja. Maar hier denk ik bij sommige games, het maakt daadwerkelijk het beeld ietsje scherper. Yeah. En dat kan ik vooral zien als ik een PlayStation 4 game heb die ook een PlayStation 5 uitgave heeft gehad. Yeah. Als ik die echt naast elkaar opstart. Yeah. De PlayStation 5 game blijft echt hetzelfde. Yeah. Maar door die boost ziet die PS4 versie er net iets anders uit. Maar mocht je er wel aan storen, het is een setting. Ik moest hem zelf aanzetten in onze PS5 Pro, dus je kan het ook uitzetten. Maar het is een handig voordeel, maar weer iets leuk om erbij te hebben. Het is een leuk extra. Ja, het is absoluut geen system seller, maar het was gewoon iets wat me opviel van, hey, wat doen ze hier? Wat gebeurt hier? Ja, En ik heb het antwoord niet. Ik weet het niet. Ja. Goed, dan hebben we de tweede categorie. Dat zijn de PlayStation 5 games die geen patch hebben gehad. Ja. Daar heb ik er ook een aantal van getest. En ik denk dat het een van de belangrijkste voorbeelden is. Is Elden Ring. Ja, absoluut. Ja. Elden Ring die draait op de PlayStation 5 niet al te best als ik het heb over de framerate. Nee. En Elden Ring die is op sommige punten CPU-bound en op sommige punten GPU-bound. Mm-hmm. En daarin zie ik zeker verschil. Maar het is nog niet genoeg om hem op die locked 60 fps te krijgen. Nee, en dat is toch wel jammer of zo. Want we hadden van tevoren gehoopt, oké, games die zeker zoals een Elden Ring, die struggelen met een 60 fps volhouden. Ja. Zeker bij dat soort pittige From Software games, die gaan dadelijk op een locked 60 fps draaien. Maar dat doen ze niet. Nee. Dit soort titels die draaien beter zonder patch, maar nog niet perfect. Precies. En ik vind het verschil zelf lastig om te zien. Ik zie het wel een beetje als het dipt, weet je wel. Maar ik kan niet zien of iets 45 of 55 fps is. Dat kan ik gewoon niet zien. Daar ga ik tot op zekere hoogte in mee. Het ding is alleen dat nieuwe televisies die hebben VRR support. Ja. En vaak met de PS5 Pro kom je nu wel zeg maar in die VRR window. Ja. Waardoor je dus geen last hebt van die frame drops. Ja. En daarvoor de lijn ligt bij 48 frames per seconde. Ah, op de normale PlayStation 5 moet je daar echt aan trekken om beetje boven die 48 frames te blijven. Yeah. De PS5 Pro die doet dat een stuk makkelijker. Dus bij sommige games heb je zeker winst. Nou kan ik dat niet zelf helemaal checken, maar er zijn andere media die dat heel goed kunnen checken. En het gekke is een beetje dat de GPU is 45% sneller. Yeah. En het lijkt erop dat PlayStation 5 games die niet gepatcht zijn, ongeveer 30% van die 45% kunnen gebruiken. Ja. En dus bij Elden Ring ook inderdaad, tel 30% bij je framerate erbij op. Ja. Dan kom je uit bij wat de PlayStation 5 Pro doet. Ongeveer, ja. En dan hebben we nog dus de laatste categorie. En dat zijn echt games die echt gepatcht zijn nu voor PlayStation 5 Pro. Dus de Spider-Man, The Last of Us, Final Fantasy, waar we het net over hadden. Ja.
En dat, ja, dat verschilt dus heel erg. Dat zijn de paradepaardjes. Ja. En die kunnen heel mooi ogen. En de belofte van de PS5 Pro is... je hoeft niet meer te kiezen tussen performance en fidelity. Ja. Op zich vind ik dat die belofte wel wordt ingelost. Want je hoeft niet meer te kiezen. Nou ja, dat is inderdaad een beetje een dingetje. Dat was eigenlijk een beetje de belofte van Mark Cerny... toen deze werd aangekondigd. Ja. Van, hè, een hoop mensen die... we moeten kiezen tussen of die fidelity of die performance. Ja. Ik geloof 60% koos voor performance. Ja. En dus hadden zij inderdaad het idee van... we moeten gewoon dat samenvoegen. Zodat je en die quality hebt in die 60 fps. Ja, maar dit hebben we ook wel vaker gehoord, eerlijk gezegd. En dat hebben we inderdaad vaker gehoord. Ja. En ik merk nu ook dat... bij sommige games is dat daadwerkelijk zo. Ja. En is het soms zelfs zo dat je niet eens meer de optie hebt. Dus nee. Er is geen quality mode, er is geen performance mode. Je hebt gewoon automatisch een PS5 Pro mode die ze combineert. Ja. Maar je ziet ook bij andere games dat er eigenlijk gewoon nog veel meer opties bij komen. Ja. En dat zie je inderdaad bij de Insomnia games. Dus inderdaad bij Spider-Man zie je dat. Ja. Je ziet het ook bij Ratchet & Clank. Dus daar komen nu, laten we zeggen, je hebt normaal gesproken een quality mode, een performance mode. Ja. En nu heb je een quality pro mode, een quality pro performance mode. Wat ik verwarrend vind, want ik dacht de quality pro mode draait in 60 fps. Want dit is de quality mode, maar dan een pro-versie. Maar dat is dan weer een 30 fps-versie die wel inderdaad mooier is, maar niet echt aan te raden. Ja. En dan je moet eigenlijk gaan voor de performance pro-mode. Maar precies. Iedereen noemt het ook net iets anders. Dat is een beetje... Er is nog niet echt een standaard voor, inderdaad. Iedereen noemt het maar een beetje wat ze willen. Ja. Soms maakt het best wel sens. In het geval van Final Fantasy 7 noemen ze het de versatility mode. Ik weet niet welke Japaner dat heeft bedacht, maar... Het gaat nergens over. Ja. En ik denk ook dat dat een beetje gaat verdwijnen. Dat daar iets meer een standaard in komt. Ja. Of dat er misschien zelfs inderdaad gewoon geen optie meer komt. Je krijgt gewoon de beste optie die er is voor de PlayStation 5 Pro. Ja. En klaar. Op de normale PlayStation 5 moet je kiezen. Ja. Hier krijg je de best of all worlds. Ja. Ik denk dat we daar naartoe gaan. Maar op het moment is het een beetje een zoortje. En ik denk zelfs dat het misschien zelfs... het gaat een beetje richting PC. Weet je wel, in PC kan je ook eindeloos klooien in settings en weet ik veel wat. En je moet dat leuk vinden. Zeker, ja. En ik denk ook dat deze console bedoeld is voor een beetje de gefrustreerde gamer. Want het frustreert mij dat als ik een performance mode selecteer... en ik zie de resolutie naar beneden gaan en de raytracing gaat uit... en de details worden minder... Ja. Dan heb ik altijd het gevoel dat het mooier kan. Zeker. Dat is iets wat de PS5 Pro tot op zekere hoogte best wel oplost. Ja. Maar als het je geen hol uitmaakt... of je ziet de verschillen niet zo... dan denk ik dat, dat dat minder relevant is voor je. Precies. En ik denk dat we daar uiteindelijk uitkomen... op het antwoord op de vraag... moet je een PlayStation 5 Pro hebben? Ik denk dat als je je soort van afvraagt... of je een PS5 Pro nodig hebt... dan heb je hem niet nodig. Nee. Hier moet je echt enthousiast van worden... of je moet al... jaren afvragen, waarom moet ik nou kiezen? Ik wil dat het mooier kan. Precies. Want laten we eerlijk zijn, het is belachelijk veel geld voor een upgrade. Voor verschillen waar je echt wel, ik wil niet zeggen goed moet kijken, maar de verschillen zijn niet zo groot dat je gelijk wordt weggeblazen of dat de frame rate wordt verdubbeld. Het zit hem meer in de details dan ooit en je betaalt... Ja. €800 voor deze console. Yep. Er zit geen disc drive bij. Nope. De retailprijs is 120 voor de disc drive. Ja. Deze stand kost ook nog 20 of 30 euro. 30 euro, ja. Dus je zit niet op, doen, je, zit je op kan hem gewoon zo neerzetten. Dat klopt inderdaad, je hebt hem niet nodig. Maar als je het hele complete pakket wil, zit je op €950. Ja. Dat is echt een klap geld. Ja. En ik denk inderdaad voor de gemiddelde gamer is dat te veel. Ja. En is het ook gewoon niet nodig. Nogmaals, er is echt niets mis met je oude PlayStation 5. Nee, zeker niet. Dit is voor de tech-nerd zoals ik. En de rest, blijf lekker op je PlayStation 5 gamen. Er is echt niks mis mee. Nee, precies. Ja, als je een nieuwe PlayStation 5 gaat kopen, dus je hebt er nog geen één, is de Pro niet het model wat je moet hebben. Terwijl de PS4 Pro, 4K, dat was toen echt de console die je moest hebben. Maar... ik denk niet dat Sony hier nieuwe gamers aan overhoudt, zeg maar. Nee. Goed, ja, ik denk dat dat een mooie conclusie is. Jij gaat hem weer meenemen om te spelen, want jij gaat de geschreven review doen. Dus wil je nog wat meer uitvoerige tests zien op pu.nl, dan kun je dat volgende week zien. En check ook vooral de socials. We hebben een aantal tips voor hoe je de disc drive erop zet als je erin gaat halen. Ah. Hoe je die PS4-setting aanzet en zo. En dan zien we jullie bij de volgende.